Oké, ik typte net op Facebook. Ik even gauw een filmpje op zou nemen. Niet echt een vlog of zo. Nee. Ik heb even een gesprekje gehad met mijn huisbund. En van de week is de huisarts hier geweest. En hebben we het over het PMU Delta in Rotterdam gehad weer. Voor eventueel plaats van een pekzonde. Pekzonde is zonder voeding die rechtstreeks op je maag of darm wordt geplaatst. Maar daar zitten de nodige risico's aan, zoals infectiegevaar en noem maar op. Ik was wel enthousiast en niet enthousiast. Want ja, je wilt toch alles proberen, je moet alles proberen op een gegeven moment. Maar het infectiegevaar, dat wordt me dood. Als ik de infectie krijg, klaar. Roon zat er niet achter. Dan denk je, what the fuck? Nee, ja en nee, ja en nee. Dus, ik, held op sokken. Ik zei, weet je wat, ik ga morgen, oh shit, nee, morgen is vrijdag, morgen is mijn huisarts er niet. De arts bellen, vragen voor zo snel mogelijk een afspraak te maken in het tonisoverweer. Om toch weer proberen een gewone zonde te plaatsen. De slang die er vorige keer uitkwam. Ik wil het weer proberen. En ik ga het weer proberen. Ik moet het proberen. Ik sta nu zo volledig achter mezelf. Zeker na de foto's die ik gisteren op Instagram plaatste en op Facebook. Die in dat memory programma voorbij kwamen. Dan zie je jezelf van een jaar geleden, van een paar jaar geleden. En denk je, kom op zeg. Kijk, ik was er al niet goed. En ik was ook te dun en te mager en ja, pijn. Maar het was in ieder geval iets beter als nu. Laat me dan nu in ieder geval die stap daarheen maken. Toch? Dus. Roon wil eigenlijk niet meer dat ik die foto's plaats. Want het doet hem echt, echt heel veel pijn. Zo, janken. Ja, ik heb ook gevoel. Stom, we zijn niet zeggen, maar ik heb echt gevoel. Dus bij deze plaats ik niet meer foto's van mezelf van 3, 4 jaar geleden of wat dan ook. Wel van de meiden, maar niet meer van mezelf, want het hakte gewoon een vinger zo. Maar goed, maandagochtend, 8 uur, gelijk bellen. En dan stok achter de deur zetten en hopelijk volgende week de slang er weer in. Toch? Ja. En weet je wat raar is? Ik heb er zin in. Kom maar op met dat infuus. Kom maar op met die slang. We gaan er weer voor. Nee, het moet gebeuren. Ik zat vanmiddag lekker op het voetbalveldje. Bij mijn kind, toernooitje te kijken. Moet ik echt uitkijken, ik niet ga janken zo. En ik heb het lekker volgehouden. Ik zat lekker op het grasveldje. Ik kreeg een natte hol, maar goed. Op een gegeven moment kreeg ik kramp, dus ik moest gewoon weer weg. En ik moest nog een stuk naar de auto lopen. Dus ik denk van, nou, ik ga nu alvast lopen. Want dan weet ik dat ik het red, weet je wel. En ik loop van het veld af. En Naomi komt echt achter me aangerend. Van het veld af. Uit de wedstrijd. Mam, blijf. Blijf, alsjeblieft. Dus ik uitgelegd, maar je moederhart breekt. Ik brak echt. Mag niet vloeken op een vlog of op een filmpje. Maar godverdomme. Dan heb je de tering erin hoor. Erg waar. Maar goed, ik heb genoten. Kind heb genoten. Ze hebben gewonnen. Ze zijn gewoon de eerste geworden. Ze hebben gescoord. Dus dat maakte mijn dag gewoon helemaal goed. Maar goed, ik was even enthousiast. Ik denk, nou, ik ga even gauw een filmpje opnemen. Even met jullie delen. Of het je nou wat interesseert of niet. Ik weet dat heel veel mensen hier gewoon juichen. Of dadelijk juichend achter de wereldscherm zitten. Van yes, ze gaat het weer doen. En sommigen denken van, nou, dat heb je er weer. Nou ja, goed, prima, whatever. Dus, wordt vervolgd. Ik hou jullie op de hoogte. En ik ga nu mijn haar wassen en naar bed, ja? Tussen, doei.